ziet er heel leuk uit. Ik wil met je trouwen. Zo eenvoudig is het gezegd. Het zou kunnen, het zou kunnen. Ja, het publiek is enthousiast. Hij vindt het leuk. Hij gaat voor het raam zitten zwaaien, denk ik. Ze danst leuk, ze ziet er leuk uit. Ja, ze ziet er heel leuk uit. En ze maakt contact. Nou, zullen we drukken? Ja, we doen. Ja! Goeie stukken en slechte stukken. Ik twijfel, maar bij twijfel wel doen, ja? Ja. Ja, ken je dat? Oeh, ja, leuk! Iemand roept dan kust de fruit. En ik begrijp waar ik sta. Al mijn dromen komen uit. Goed zo! Ja! Oh my god, dankjewel! Woehoe! Gefeliciteerd, moeder. Al je dromen komen uit. Ja, zeker wel. En ik zag al 2 boksen naar boven gaan. Ja, geweldig. Ja, jij bent heel blij, hè? Ja, enorm. Gordon, jij zei duidelijk ook ja. Nou ja, nee, je kwam op en toen dacht ik, ja, dit is wat ik wil, wat ik zoek. En het enige wat ik jammer vind, dat je een iets beter gimpje aan had kunnen doen. Oh, ik vind maar dat zijn mijn favorieten. Ja, maar daar heb je te vaak op gelopen. Oh. Dus dan weet je, dus je doet een auditie. Je doet een auditie en dan doe je gewoon dit soort patas doe je aan. Oh, en jij... Maar voor de rest, hè, Egenborg? We zijn blij. Super blij. Dan gaan we naar die andere box. En Natalia, ik zou jou zo doen. Ja. Ik weet natuurlijk niet als ze een naam zeggen van oh, die is van The Voice direct. Dat weet ik niet, want er zijn er al heel veel gepasseerd. Maar als ik ze zag, herkende ik er snoetje wel. Maar ik vond wel, ik moet dat zeggen, hè, het was heel aanstekelijk. Ik vond het ook leuk om naar te luisteren, maar je zat er wel heel dikwijls net onder. Ja, ik merkte het. Ja. Dat is echt de stress. In het begin was het heel goed. En toen zwakte je af. En dat ging eigenlijk zo ver dat ik dacht, oh nee meisje, want je hebt het dus wel in je. En vervolgens herpakte je weer. Toen dacht ik, oh, dus het is toch. Ja, ik merkte het zelf ook. Ja, en kijk, dat je zenuwachtig bent. Ik weet heel goed hoe het is om daar te staan, dus dat nemen we allemaal voor lief. En uiteindelijk de volgende keer moet je natuurlijk dan wel beter presteren dan dit. Zeker en vast. Maar je hebt zeker het voordeel van de twijfel. Dank je wel. Ah, goed, Jolien. Super. En dan nu die sterren, jongens. Ja. We gaan ons omdraaien en we gaan eens kijken... hoeveel sterren jij krijgt van onze publieksjury. Spannend. Hier komen ze, Jolien. Wow. Oh, ze vonden me leuk. Ja, ze vonden me heel leuk. Ja. Dus we gaan eens kijken op welke stoel jij belandt. Jolien, daar komt-ie. Jij gaat naar 1. Pieter, jij schuift op naar 2. Gefeliciteerd met de eerste stoel.